Ik vind het heel gezellig. Als ik thuis zit, ja, zit ik maar een beetje thuis te zitten. We gaan naar de Canadese begraafplaats en daar gladiolen neerleggen en een eerbetoon maken. Ik vind het vooral heel gewoon bijzonder dat we daar kunnen zijn. Welkom op deze begraafplaats. Jullie zijn de toekomst van Nederland en je moet wel even weten hoe de geschiedenis in elkaar steekt. Er liggen hier in totaal 2611 soldaten begraven. En je moet je goed realiseren dat al die soldaten die hier begraven zijn, dat allemaal jonge mensen waren. Er zijn erbij 17 jaar jong. ...32 jaar. Dat is jong, hè? Ja, en er liggen er nog van ook. Ik zag ook net iemand van 19 en 23. Hij is maart 1945 gestorven. En wat staat erachter? Age 17, dus dan is hij 17 jaar geworden. Dus dat is heel jong. Was 12 toen de oorlog begon. Was gewoon een kind. Was jonger dan ik eigenlijk nu ben. Best wel bijzonder dat ze dat überhaupt zouden doen. Ik bedoel, ik weet niet of ik dat ervoor over zou hebben, hoor. Het is gewoon niet fijn om er zo over na te denken dat ze zo jong zijn al gestorven. Dat zou gewoon betekenen dat je over een paar jaar in het leger moet en dan of gaat en dan niet meer thuis komt en dan ben je nog maar 19 of zoiets. En ja, die mensen dachten niet dat ze het niet meer zouden overleven. Ik heb eentje bij die graf gelegd omdat ik zag dat daar kapitein staat. En ja, ik vind het bijzonder dat een kapitein ook dood is gegaan. Ik voelde me best wel spannend, want het is een hele eer om hier zo te spelen. Omdat hier zoveel mensen liggen die voor jouw vrijheid hebben gevochten. En dat je daar zo voor mag optreden, dat is toch wel een eer. Dit soort verschrikkelijke dingen mogen gewoon nooit meer gebeuren. En dan is het belangrijk dat mensen blijven herdenken en weten dat zoiets echt nooit meer mag gebeuren. En ja, dat ze daaraan herinnerd worden. Nu zijn we een soort van vrij om te doen wat we willen. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, waarom hebben ze de oorlog eigenlijk gestart? En waarom zijn ze daarmee begonnen? Want eigenlijk was het helemaal onnodig. Want mensen deden niks fout. Ik ben blij dat ik hier een keertje ben gekomen om meer te weten over de oorlog.